Welkom at Casa Adil. Deze keer in teken van mijn geboorteplaats. De gemeente waar ik niet alleen geboren ben, maar ook ben opgegroeid en nog steeds woon. Naast mij dan ook niemand minder dan de burgemeester van Bornem zelf, Luc de Boek. En mijn buurjongen, buurman, ik durf het niet meer zeggen, Jurgen, grote provincieraadslid in de provincie Antwerpen. Beide van en voor CD&V. Dat maakt het eigenlijk interessant voor mij, omdat ik zo de andere kant wel eens kan horen. Ook voor hen, dus 10 kaarten met 10 vragen worden begrepen die zij kort mogen uitleggen en 1 joker die ze altijd niet 3 keer mogen gebruiken en inzetten. 3 keer? 3 keer maximum. Oké, dank u. En die ze altijd niet 3 keer mogen inzetten, dus om een vraag, woordbegrip verder uit te leggen en of in de verte zetten. De eerste kaart, eerste vraag. Wie zijn jullie? Wel, ik ben Luc de Boek. Ik ben sinds 2010 burgemeester van Bornem. Daarvoor heb ik schepen geweest in de gemeente Bornem. 3 jaar en 6 jaar gemeenteraadslid. Ik werk ook bij het kabinet van Chris Peters. En vroeger was ik beroepshalve inspecteur bij de Federaal Overheidsdienst van Financiën. Verder ben ik geboren en getogen in Markerken, maar ben ik dan sinds een 3-tal jaar naar de hoofdstad van Klein-Brabant komen wonen, naar Bornem. Ik ben Jurgen Godden, ik ben 34 jaar. Ik ben scheikundige van opleiding en ik werk ook in deze sector. Ik werk als accountmanager voor de Benelux, voor de Amerikaanse multinational Schumann Plastics. Dat is ook in Dat is ook gelegen hier in Bornem, of althans een van de belangrijke productiesites die zich hier in Bornem vestigen of zijn gevestigd. Ik ben geboren en getogen in Bornem Centrum en sinds kort woon ik inderdaad 2 huizen naast u, Adil, op de Zavelberg. De tweede kaart met een vraag. Dit is in eerste instantie een vlog voor het Humanistisch Verbond. Ik neem aan dat jullie niet vrijzinnig zijn, maar wel humanistisch. Hoe ligt dat op, of hoe merk je dat op persoonlijk en op professioneel vlak? Ja, we zijn persoonlijk, en ik denk jullie ook niet, zijn vrijzinnig. En dan is de vraag, wat is humanisme uiteindelijk? Hè? Ik heb daar dan in aanloop van dit gesprek, zoals ziet, eigenlijk de fameuze Google-pagina's een keer op nageslagen. En het blijkt zelfs dat Erasmus ook een katholiek humanist was, dus dat het ook wel verzoenbaar is. En op zich verwondert mij dat ook niet, dat het verzoenbaar is, katholicisme en humanisme, buiten het feit dat katholicisme natuurlijk ook nog een hogere sfeer in heeft, is natuurlijk de waarde van de christendemocratie, en dat is uiteindelijk ook voor de politiek wel heel belangrijk, dat is zich inzetten voor mensen. Een heel lang verleden heeft de CDP een slogan gelanceerd omdat mensen belangrijk zijn. Ik denk altijd ook dat dat de gedachtegang is van de christendemocratie, dat wij wel geloven in mensen, in hun capaciteiten, maar dat wij dat ook wel zien in een solidariteit van gemeenschap. Dus ik denk dat er ook wel wat raakvlakken zijn tussen christendemocratie en humanisme. Dat is misschien zwaar overdreven, maar zo komt dat bij mij toch wat over. Nee, ik denk dat ik mij daar inderdaad volledig moet of kan bij aansluiten. Ik denk menselijkheid, de mens aan zich, als staat ook centraal bij ons in onze politieke filosofie. En ik denk dat het inderdaad inzetten is op mensen kansen geven, mensen zo lang mogelijk ook in zoveel mogelijk ondersteunen in hun waardigheid. En ik denk een aantal zaken waar je dat ook politiek in terugvindt, zijn projecten die ik deze legislatuur ook wel gestart heb, onder andere de buurtkar. En met betrekking tot echt die waardigheid is mensen zo lang mogelijk autonoom laten leven. Nu,
niet alle mensen hebben de optie dan nog om op latere leeftijd nog inkoop te doen. Door die buurtkerk kunnen mensen zelf die inkopen doen en blijven ze echt wel betrokken. Dus mensen echt maximaal laten ontplooien en ontwikkelen. En dat kan over heel lange perioden in een menselijk leven zijn. En dat echt blijven ondersteunen. Absoluut. Jullie zijn buiten bezig over het menselijk. Ik neem aan dat dat... Nee, de derde vraag. Ik neem aan dat dat partijpolitiek een beetje overstijgt. In die zin, jullie werken beide veel samen. Jij bent dan ex-socialist. Jij bent meer economisch rechts, heb je mij ooit verteld. Ligt dat in de lijn van dat menselijke? En hoe kan dat? Ja, ik denk dat zeker iets is dat combineerbaar is. Hè. Uiteraard werken wij regelmatig samen, hè, de gemeente en de provincie. Ik ben iemand dat heel sterk gelooft in de principes van de vrije markt. Ik ben heel sterk bezig ook vanuit mijn beroepshalve dan met de echte harde economische wereld. En ik weet dat, zeker vanuit politiek standpunt, dat men zoveel mogelijk moet inzetten om de mensen, alle mogelijke mensen, te kunnen betrekken in heel dat verhaal. Die harde economische principes en die harde economische wereld laten dat niet altijd toe. En ja, ik durf dat dan ook wel, ik ben er heel eerlijk in, af en toe wel eens te vergeten. Maar ik denk dat de burgemeester daar veel meer rekening mee houdt en ik denk dat wij elkaar daarin heel goed kunnen aanvullen. Ik denk dat uiteindelijk de charme is van een partij als CD&V. En je merkt dat ook zelfs op laag niveau, hè, ik bedoel dus op lokaal niveau, dat je in één en dezelfde vergadering zowel de mensen hebben die effectief meer naar het sociale ijveren dan de mensen die meer naar het economische. En noemt dat nu een links-rechts tegenstelling. Uiteindelijk is dat puur de realiteit. En het is dan de grote kracht van de centrumpartij, die we toch altijd geweest zijn en nog altijd zijn, om dat te verzoenen. En dat is niet altijd eenvoudig, maar dat maakt het natuurlijk alleen maar boeiend om tot die verzoening te komen. Ja, absoluut. Ik denk dat het ook altijd dikwijls leidt tot gezonde discussies intern, maar dat versterkt ook een partij als CD&V. De vierde vraag, fake news, ik neem aan dat... Vooral u dan als burgemeester dat mee in aanraking komt, hoe gaat u daarmee om? Misschien u ook, ik weet niet. Ja, fake news, het is vooral de toog van de wereld die nu op internet zit, hè, met het Facebook-magazine. Daar wordt natuurlijk af en toe zaken gelanceerd en dat is altijd een beetje een twijfelen, we moeten dan reageren, moeten dan niet reageren en dergelijke meer, want dat is uiteindelijk toch vaak een spelletje. Nu, ik denk dat het wel belangrijk is dat het echt flagrant is, maar dat is natuurlijk, we hebben het geluk dat we als burgemeester dan ook nog de communicatiekanalen hebben van de gemeente, dat toch zoveel mogelijk moet worden uitgesloten, tegengesproken. En uiteindelijk, ik denk dat fake news ook vaak de wereld wordt ingestuurd door mensen die vanuit een negatieve manier naar de wereld kijken. En daardoor vergeten hoe positief dat de wereld door elkaar kan zitten. Is fake news dan op lokaal niveau te herleiden tot louter roddels? Roddels of het foutief interpreteren van beslissingen en dergelijke. Of men heeft horen zeggen dat uiteindelijk. Te worden niet echt, denk ik, bewust zaken al gelanceerd. Niet bewust, denk ik. Dus dat het ook vaak is van wat roddelen en horen zeggen en dit en dat en dergelijke meer. Dus ik denk dat we hier uiteindelijk nog in Bornem over fatsoenlijke, zeker wat degenen die met de politici bezig zijn, van eender welke strekking, dat nog allemaal op een heel fatsoenlijke manier gebeurt. Nee, ik denk dat we in het tijdperk van alles wat te maken heeft met sociale media, dat we echt goed moeten nadenken van ja, is het iets dat bewust wordt gelanceerd waarbij de werkelijkheid of met de waarheid een loopje wordt genomen, of dat het iets is dat misbegrepen is. Dat is één ding. Natuurlijk leven we zeker sinds een aantal jaren, sinds Trump, in een wereld waar, denk ik, toch ja, bijna iedereen zijn eigen waarheid heeft. Het daarop inspelen of daarop antwoorden met facts en figures, ja, dat is zo wat contradictorisch, want iedereen heeft uiteindelijk dan zijn eigen waarheid. Ik denk dat dat een strijd is
zeker online, die heel moeilijk te winnen is. En tegenwoordig inderdaad, sociale media die hebben veel te zeggen, worden veel gedraaid. Ja, ze hebben natuurlijk een impact en ik denk dat die impact ook de gemeenteraadsverkiezingen wel niet van geringe waarde gaat zijn. En toch? Dus omdat daar, dat zijn discussies, vroeger werd iets gedrukt en werd dat verspreid, maar nu wordt het massaal verspreid. Hè. En is dat iets dat jullie gebruiken of misbruiken dan waarschijnlijk niet? Misbruiken, dat ligt niet in onze aard. Hè. Dus we gebruiken de middelen die ons door de maatschappij ter beschikking worden gesteld. De vijfde is eigenlijk speciaal voor de cameraman en ondertussen ook een beetje voor mijn basisinkomen. Wat vinden jullie daarvan? Kan dat op lokaal niveau? Ja, op lokaal niveau denk ik dat we daar weinig of geen vat toe hebben. Ik denk inderdaad een discussie is die bovenlokaal moet gevoerd worden. Zonder mij daar nu al zeer zwaar in verdiept te hebben, zou ik zeggen dat onze maatschappij redelijk goed in elkaar zit. Dat mensen die, ik ga nu niet zeggen, misschien wat cru zeggen, binnen de lijntjes lopen hier in onze maatschappij, dat die dus altijd wel terecht kunnen op een of ander vervangingsinkomen of dergelijke meer, als ze dus getroffen worden door tegenslagen buiten hun wil om. Dus wij hebben een redelijk goed vangnet. En vandaar denk ik dat dat al een soort basisinkomen is dat bij wijze van spreken voor iedereen in feite klaar ligt. Uiteraard is dat maar één aspect van de discussie van het verhaal basisinkomen, want dat is ook een beetje een aspect van een globaal beeld en een verdeling van rijkdom en dergelijke meer. Maar ik denk als mensen zich naar waarde gewaardeerd worden voor hun inspanningen, dat dat nog altijd mag blijven. Ook al valt dat ook niet weg, denk ik, in de hele filosofie van het basisinkomen. Nee, ik denk inderdaad, ik kan er vrij kort in zijn. Basisinkomen, zoals het nu wordt omschreven, lijkt mij helemaal geen goed idee. In die zin dat men, denk ik alvast, dat men daar de bal wel eens zou durven misslaan. Omdat de noden en de mensen die noodzaak daaraan hebben, dat die zo sterk verschillend zijn, dat bepaalde mensen veel meer daar echt een behoefte aan hebben dan anderen. Op dit moment wordt er geen onderscheid gemaakt of dat er al dan niet al een inkomen is. Er wordt geen onderscheid gemaakt op socio-economische status. De grootte van het gezin telt weinig mee en ik ben en blijf ervan overtuigd dat men moet blijven inzitten. Dat is misschien vrij idealistisch, maar toch wil ik mij daar blijven aan aansluiten, dat men moet gaan voor een volledige tewerkstelling. Binnen de mate van het mogelijke. En als daar problemen zijn, dan kan, zoals de burgemeester ook aangeeft, daar een aantal zaken aan worden toegevoegd. Maar ik vind dat we vanuit dat standpunt moeten durven vertrekken en maximaal inzetten op tewerkstelling. Want ik neem aan dat jij dan beroepsmatig toch ergens moet inzien dat meer en meer dingen worden gerobotiseerd en dat er minder werk is, toch? Ik zou zeker niet durven zeggen dat er minder werk is. Er zal wel op een andere manier gewerkt worden. Zeker hier in Vlaanderen. Ik denk dat wij hier in Vlaanderen heel sterk inzitten op onderzoek en ontwikkeling. Wat dat ontzettend belangrijk is, waarmee we echt die technische know-how hebben. En dan kan u daarop inpikken en zeggen, ja, dat is natuurlijk weggelegd voor enkel en alleen hogere profielen. Dat denk ik niet, want de ontwikkeling is één ding. Naast het ontwikkelen zit er dan ook nog een hele upscaling fase. En die upscaling fase, daar heeft men ook mensen nodig, operators nodig, om te kijken of dat het op industrieel niveau haalbaar is. Maar zaken die we hier in West-Europa al jaren produceren, die nu naar low-cost landen kunnen gaan, ja, dat zijn zaken die misschien hier in Vlaanderen steeds moeilijker worden om dit hier te houden. Maar ik denk dat er echt wel een andere manier van werken is hier in Vlaanderen. Iets helemaal anders dan boeken, tijdschriften, tv, film. Hebben jullie daar tijd voor? Wat lezen jullie?
Naar wat kijken jullie, wat raden jullie aan? Wat doe maar. Ik denk dat ik daar heel eerlijk in moet zijn. De combinatie van 100% in het privé te werken en dan toch nog een vrij politiek mandaat, toch dat ook wel heel wat tijd opslorpt. Denk ik dat deel daar dikwijls wel wat de tijd wel wat aan breekt. Ja, ik lees af en toe wel wat een boek en ik moet daar heel eerlijk in zijn dat ik daar eerder naar het verhaal ga van, laat ons toch maar zeggen, fact, fictie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verhalen van Dan Brown, het laatste dat ik gelezen heb, Inferno, waar dan het wetenschappelijk en geschiedkundig verhaal dat wel correct is, maar waar dat dan toch een fictieverhaal wordt rondgebracht. Dat zeker. TV, buiten natuurlijk de klassieke dingen, hè, zoals het journaal Ter Zake, De Zevende Dag, en ook alles wat toch wel met sport te maken heeft, wielrennen, cyclocross, die zaken, en als er dan nog wat tijd overschiet om wat fictiezaken te volgen, wel wat actie- en thriller dingen zoals ik denk aan NCIS bijvoorbeeld. Maar dat is heel beperkt. Hebt u dat nog? Af en toe. Iemand dat zegt dat nooit tijd heeft, die bestaat niet. Nee, dus je hebt altijd wel wat tijd. Het enige probleem is, word ik ook een dag ouder, dus als je dan naar het nieuws begint te kijken, dan heb je toch de neiging om in slaap te vallen. Dus dat is één. Maar naar wat kijken naar tv, ik ben daar dan zeer volgzaam in naar mijn echtgenote. Dus de moment dat ik thuis ben, ga ik dat kastje niet opeisen. En zie ik dus even goed naar series als Familie, bij wijze van spreken, als dat opstaat en ik thuis ben. Lezen, dat doe ik wel graag als er tijd voor is. Deze zomer was iets minder. Maar vorige zomer heb ik bijvoorbeeld de trilogie van Ken Follett gelezen. Het is over de wereldgeschiedenis. En dit jaar heb ik mij tot hiertoe beperkt tot het pijnlijk verhaal van Frank van den Broeken. Dan heb ik niet over de politicus, maar over de wielrenner. En met een heel mooie thriller, Bling Bling, over een diamantroof, is een tweede verhaal. Vorig jaar was het eerste en is geschreven door de vroegere woordvoerder van Sabena. En dat zijn dan wel boeken die ik wel heel graag lees. En ik ben begonnen ook, maar ik ben er nog niet geraakt. En misschien moet ik hem niet volledig lezen, want uiteindelijk heeft ze niet gewonnen aan het boek What Happened van Hillary Clinton. Dus, het was al boeiend hetgeen dat ik al gelezen heb. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga nog wel één boek dit jaar lezen. Dat heb ik ook beloofd aan ook een buurman hier, dat is Jan Punto. Ja. Ik denk dat ga ik sowieso ook nog wel lezen. Een klein boekje. Ja. Dus dat past ook in het tijdsbestek, dat is perfect. Ja. Iets helemaal anders, en dat is graag 7. Bornem grenst aan de gemeente Puurs en Sint-Amans, die zijn samengegaan. Zij zijn nu de gemeente Puurs en Sint-Amans, vrij origineel. Wij maken samen met die twee andere gemeenten deel uit van de streekregio Klein-Brabant. In hoeverre zouden jullie het zien zitten om samen te gaan met die twee anderen als de gemeente Klein-Brabant, of niet? Nog zou ik beginnen, jullie. Dus aangezien ik overal word afgeschilderd als de grote tegenstander van de gemeente Klein-Brabant. Nu misschien eerst een klein beetje geschiedenis. Uiteindelijk deze fusie tussen Puurs en Sint-Amans is er vrij snel gekomen. Dat is een beetje ook zo wat via een omweg uiteindelijk maar tot bij ons gekomen. En persoonlijk vond ik dan, op dit moment ben ik geen voorstander van fusie, dat was mijn eerste standpunt. Collega's van Puurs en Sint-Amans wisten dat. Maar persoonlijk vond ik ook het tijdsbestek om dat te doen veel te kort. En uiteindelijk is dat ook een van de grote kritieken dat op die fusieoperatie is gegeven vanuit Sint-Amans, dat het tijdsbestek te kort was, te weinig inspraak. Dus dat was één. Tweede aspect heb ik altijd gezegd, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, we gaan de verkiezingen afwachten van oktober 2018. En twee, nog belangrijker, we gaan ook afwachten wat de Vlaamse verkiezingen en het Vlaams regeerakkoord in 2019 zegt over gemeentes. Ik hoop alleen maar dat mijn partij nergens een akkoord gaat met een verplichting dat we minimum 25.000 of 30.000 inwoners moet hebben of dergelijke meer.
voor mij ook niet, hè, want ik zou kunnen zeggen minimum 20.000 en Borne is gered. Voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat we dan moeten kijken waar wil de Vlaamse regering naartoe. Vrijwillige fusionering, blijf ik hopen dat ze dat aanvaarden. En dan wil ik wel eens samen met de bevolking voelen en discussiëren over het aspect. Maar dat is iets dat u heel veel tijd moet opnemen. En op dit moment moet men nog altijd overtuigen van de voordelen ervan. Schaalvergroting, oké, heeft zijn bepaalde voordelen. Maar het grote voordeel natuurlijk op dit moment is minder politieke mandataris. Dat is het tastbare gegeven. Maar dat gaat nu ook wel de zwaarte niet zijn op de totale kost van een gemeente. Een groot nadeel wat mij betreft is de afstand tussen de mandatarissen en zijn inwoners. Een gemeente Klein-Brabant gaat... als ik me niet vergis, ongeveer 46.000 inwoners tellen. Wij hebben er nu 21.000. Als ik merk hoe moeilijk het is om al contacten te onderhouden met uw eigen inwoners, dat is al moeilijk. 21.000, dat is heel veel. Hè? Dus die kan je nooit kennen. Dus iedereen kent u, maar u kent niet iedereen. Dat is... Ja, maar toch. En dat is ook een beetje die drempelvrees dan ook van burgers. Hè? Dus dat die er zou kunnen komen. Maar... is dat voor mij nooit, dat mag je nooit zeggen in de politiek. Ja, in dat opzicht volg ik de burgemeester wel. Ik ben het verhaal van een gemeente Klein-Brabant op dit moment niet genegen, ben ik daartegen absoluut niet. Ik denk dat we op langere termijn de tijd moeten nemen om daar over na te denken. En ik denk dat wij als politici, dat wij daar enkel en alleen maar een pad voor kunnen creëren. En te zeggen van kijk, dit is de manier waarop dat iets zou kunnen gebeuren. Maar ik denk, bij een fusie, dat we er echt wel moeten bij stilstaan, dat iets is, een maatschappij, dat is iets dat natuurlijk moet ontstaan. Een samenhorigheid die natuurlijk, op een natuurlijke wijze moet ontstaan. En niet iets dat moet opgelegd worden door de een of de andere hogere overheid. Dus... ja, misschien wel over nadenken, maar ik denk dat in deze de democratie echt een absolute rol moet spelen. En dat de inwoners van Borne zich daar echt wel moeten over kunnen uitspreken. Ik denk dat burgemeester Luc de Boek er al over sprak en het ging over de Klein-Brabant en het aantal inwoners. Maar is Borne op zich nu al niet te vol? Dat wordt toch door sommigen gezegd. Te vol gebouwd worden. Dat is uiteindelijk het moeilijke punt op dit moment. Dus de bouwwoede die er heerst. En de verappartementisering, om dat moeilijk uitspreekbaar woord te gebruiken. Dat is een gegeven waar we mee geconfronteerd worden. Dat is een zeer correct gegeven. En daar krijg ik ook wel wat grijze haar van, want dat brengt zorgen met zich mee. Ik denk dat het belangrijk is, ten eerste dat we moeten beseffen dat die trend zich inzet. Vlaams, uiteindelijk zet hij zich hier. De keuzes van de Vlaamse bouwmeester zijn vrij duidelijk. Dat is concentreren in centra-gebieden. Nog hoger dan dat we hier in Borne bouwen. En vrijwaren van de open ruimtes. Dus ik denk dat we in de komende legislatuur het woonbeleidsplan moeten verfijnen en naar een meer... nog verordeningen komen om te weten waar kan en wat hoe gebouwd worden. Want nu zitten we vrij algemeen op basis van de woongebieden en bepaalde ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar we hebben nog niet een grote impact op te zeggen wat waar kan komen, ja of nee. Dus ik denk dat dat een belangrijke uitdaging wordt. Ten eerste, hoe kan er gebouwd worden in het centrum, ook die maximum aantal bouwlagen. Ervoor zorgen ook dat dus de randgemeenten, dat daar uiteindelijk nog wel de nodige ruimte is, maar ook toch wel voor zorgen dat die nog op een vlotte manier naar het centrum komen, want de diensten en de functies worden natuurlijk heel veel samengebracht in een centra, in de centrumgemeente, om te zorgen dat mensen voor hun verplaatsingen van, en ik gebruik zelfs niet de term van 5 kilometer, want dat is al redelijk ver, maar de verplaatsing van 1 à 2 kilometer, daar rij je Borne centrum en dat men daar moet kunnen komen tot een ander verplaatsingsniveau. En dan is die druk in feite, want die druk is vooral over de mobiliteit daarin. Die appartementen brengen auto's mee en dergelijke. Het is vooral omdat we die auto te veel blijven gebruiken. En heeft dat ook een beetje te maken met de overbevolking die toch wel
Mondiaal is dat er te veel. Dat we met z'n allen te veel kinderen maken. En dat, dat er dus ook in Bornem meer en meer mensen komen wonen. Ja, het is natuurlijk, ja, of dat met overbevolking te maken heeft, dat weet ik nu zo niet. Maar jaarlijks organiseren wij een rondrit met de nieuwe inwoners. En dat is in de maand mei. Dan zitten wij hier op twee bussen. En dan merken we toch dat de mensen van overal komen. En dus wij liggen nu eenmaal in die gouden driehoek tussen Antwerpen, Brussel en Gent. Dus gemakkelijk bereikbaar om te gaan werken. En nummer twee, Bornem wordt een beetje beschouwd, wel een beetje niet, wordt beschouwd als een gemeente waar nu eenmaal heel veel te beleven valt. Er is een beetje een stadscultuur aanwezig. Hè. Als je kijkt naar de infrastructuur op cultureel en sportief vlak, is er toch nog een vrij goed commercieel centrum aanwezig. En dat wordt dan nog eens gecombineerd met de landelijke omgeving waar dat is. Dus het is uiteindelijk een gemeente, en de studies van het Nieuwsblad en de Vlaamse overheid hebben dat uitgewezen, waar 85% van de inwoners tevreden is dat ze daar wonen. Maar dat trekt natuurlijk inderdaad heel veel volk aan. En zou dat landelijke aspect niet beter zijn als we de gemeente Puurs en Sint-Amans? We hebben nog veel landelijke gebieden. Als Marekerke, Hingene, Wintam, we hebben ook nog heel veel landelijke gebieden. Misschien niet serieuzer voor mij toch? En dat heeft te maken met mijn toestand als MS-patiënt. Euthanasie, wat vinden jullie daarvan? Waar ligt jullie lat? Wanneer zouden jullie er zelf voor kiezen? En wanneer zou ik als MS-patiënt moeten kiezen voor euthanasie? Ik denk dat inderdaad geen gemakkelijke vraag is, zeker niet omwille van het feit dat geen van ons beiden daar op dit moment echt heel direct mee geconfronteerd worden, als persoon zijnde. Nu, ik denk dat wat op dit moment in de wetgeving staat, dat ik daar mij zeer zeker kan in vinden, maar dat er ook nog wel verbetering mogelijk is in die zin. Het is op dit moment gelegd tot op het niveau van dat het een ernstige fysieke of terminale toestand moet zijn, alvorens dat men daar tot kan overgaan. Nu, ik denk dat ik daar wel afwijk van mijn partijstandpunt in die zin dat het fysiek lijden, dat één zaak is, maar ik denk dat men heel dringend ook de debat moet durven aangaan over wat en hoe met het psychisch lijden. Dat het echt wel geen evidente keuze is, dat spreekt voor zich, maar ik denk dat de finale beslissing naar uitvoering en de controle op het systeem om te zorgen dat er toch wel degelijk geen misbruik van gemaakt wordt, dat bij het team van artsen moet gaan of moet blijven, en in hoeverre dat men dan moet een stap verder zetten en echt overgaan ook tot het verhaal van is dit een optie voor minderjarigen. Ja, dat is voor mij iets waar ik eigenlijk op dit moment zelf niet echt 100% uit ben. Dus jullie hebben zelf nog geen stappen ondernomen om iets vast te leggen, gemeentelijk of zo? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Daar moet ik mij gelukkig voor mijn eigen persoon ook niet zorgen op maken. Ik ben wel orgaandonor, geregistreerd orgaandonor, omdat ik dat ook al heel belangrijk vind voor de nabestaanden, dat ook officieel is geregistreerd. Wat euthanasie betreft, dat is natuurlijk een heel moeilijke discussie. En, er is heel wat wettelijk geregeld, er is wat mogelijk van fysisch lijden. Hè. Maar het is nooit gemakkelijk voor zij die hiermee geconfronteerd worden. Uiteindelijk heb ik ik heb een paar zaken. Ten eerste, mijn vader is overleden op zijn 56 jaar en plotseling. En soms hoor ik dan mensen zeggen, ik ben levensmoe en ze mogen mij een spuitje komen geven. En dan denk ik, jij zou wel 85 mogen worden. En mijn vader is 30 jaar geleden plotseling verdwenen. En dan denk ik van, wees toch dankbaar met het leven dat je hebt gekregen. En dan stel ik mij de echte vraag, ik heb het nu echt over mensen van levensmoeheid en dergelijke. Dus fysisch lijden is nog een totaal ander gegeven.
stel ik mij de vraag van, met welk recht zegt iemand, ik ben levensmoe? Dat is, dat zal misschien dan wat christelijke... Dat is een, inderdaad een vrij christelijke... Christelijke wat geïnspireerd zijn, maar ik herhaal, ik heb het niet over fysisch lijden uiteindelijk. Ja. Dus dat is een eerste aspect, daar heb ik het dus wat moeilijk mee. Twee, uiteindelijk als nabestaande, ik heb een onkel gehad, die had geen kinderen, alleen mijn vrouw was dat, en die mens werd ziek. En dat was heel snel terminaal en heeft daar ongeveer een tiental dagen geslapen. Heeft hij niet afgezien, ja of nee? Maar wie zijn wij ook weer, als daar niets is over gezegd, om daar de stekker definitief uit te trekken? Je kunt dat wel zeggen, en dat is ook zo gebeurd met mijn schoonmoeder, die recent is gestorven. Dat is ook gelukkig heel kort geweest. Maar het is niet evident om, ik heb dat ondervonden met mijn echtgenote en haar zuster, om te zeggen, we gaan dat hier euthanasie toe, laten toepassen. Dat is niet evident. Nee, ik neem inderdaad aan dat dat niet evident is. Want het zijn de mensen toch zelf die kiezen. Ja, maar ik herhaal, zoals mijn onkel als mijn schoonmoeder, dus de boom van vandaag op morgen was dat cru gesteld gedaan. Dus die hadden niet meer tijd. Bij mijn schoonmoeder was het vrij duidelijk, dat is te kort om die procedure op te starten. In ieder geval, ik mag naar u verwijzen natuurlijk, dat is iets waar u moet over nadenken. Dat u gaat op een bepaald moment waarschijnlijk echt wel met ondraaglijke pijn hebben. En dan moet u het in feite ervoor proberen te zorgen dat dan de mensen het niet meer in plaats moeten doen. En, maar ik denk dat we daar een heel sterk regulier kader voor hebben. En dat we, dat is volgens mij al heel veel wat we hebben. En moet dat dan nog veel verder worden uitgebreid? Daar heb ik inderdaad mijn vragen over. Okay. Dat is jullie volste recht natuurlijk, maar ik heb nog een hele mooie kaart, de 10 met de hartjes over liefde, en ik weet dat u net getrouwd bent, misschien is dat de liefde, of is er nog een andere liefde? In het leven, en ik heb niet over een vraag. Ja, dat zou wel heel kort bocht zijn als ik dat nu hier moest gaan meegeven. Nee, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb echt een brok liefde thuis zitten. We zijn inderdaad net getrouwd. Dat is natuurlijk één vorm. Er is, zijn andere vormen ook van genegenheid. Echt het samen iets willen bereiken, en dat kan inderdaad met een partner zijn, maar dat kan evengoed met kinderen zijn waar dat je echt iets mee samen wilt bereiken. Er zijn denk ik wel echt wel verschillende de vormen. De politiek, is dat pure liefde, passie? Goh. Politiek, ja. Politiek is, dat is inderdaad, ik vergelijk het soms met drugs. Eens dat je gebeten bent door dat beestje, is dat iets om heel moeilijk mee te stoppen. En raak je daar steeds meer en meer een klein beetje aan verslaafd. Met alle gevolgen van die, want dat vreet aan jezelf en aan uw relatie uiteindelijk. Nee, dat klopt inderdaad ook, en dat merken wij ook. Ja, ik heb natuurlijk in die zin het voor- of het nadeel. Dat zowel ik als mijn echtgenoten alle twee politiek geëngageerd zijn. Maar wij merken dat ook, wij moeten vaak samen naar dezelfde vergaderingen. En dan komt steeds die vraag van de kinderen wel terug. Moeten jullie nu weer weg? Wanneer zijn jullie thuis? Zijn jullie deze week toch nog wel een aantal dagen thuis? En dat is altijd dan, ja, je krijgt die vraag en dan moet je voor jezelf even nadenken van ja... En ook de afweging maken van, oké, waar zit nu het belang? Soms kun je niet anders dan effectief op bepaalde vergaderingen aanwezig zijn. Anderzijds denk ik dat het toch wel ook belangrijk is van op tijd en stond te kiezen voor het gezin. Maar dat heeft denk ik enkel en alleen te maken met prioriteiten die we zelf moeten kunnen stellen. Maar het belangrijkste is uiteindelijk de hartjes en daar gaan we Jurgen nu nog volop laten van genieten. Al die prille huwelijksmaanden dat hij nu al beleefd heeft. Ik wil je sowieso feliciteren, maar tegelijkertijd heb ik zoiets als nuchtere persoon, veel te nuchter waarschijnlijk, om te zeggen van het huwelijk is dan ook van deze tijd.
Ik doe dat graag, hè, huwelijken voltrekken, hè, dus als ambtenaar van de burgerlijke stand. En ja, je kan dan dat op twee manieren. Ik sta daar dan voor. En we weten dan, iedereen weet dat statistisch gezien, ik ken het getal niet, maar dat bijvoorbeeld 4 op de 10, ik ken nu echt het getal niet van die koppels dat daar zitten, dat die ooit uit elkaar zullen gaan. Dat kan. Maar dat is met alles zo. Als je iets doet en je wilt daarin geloven, dan moet je dat toch doen. En of dat je dan gehuwd bent of je bent niet gehuwd, want als je uiteindelijk niet gehuwd bent, maar je gaat met een bepaalde partner samenwonen, het enige voordeel dat daarbij heeft, is dat het administratief wat gemakkelijker is om de stap te zetten om daar een einde aan te maken. Maar emotioneel, of dat je nu gehuwd bent of niet, maar je hebt met iemand samengewoond en je moet daar een einde aan maken, blijft toch hetzelfde. Maar het is op een bepaald moment geloven mensen in elkaar en willen ze met elkaar verder gaan en doen ze daar hun best voor, maar we zijn mensen. Dus het is ook logisch dat dat niet altijd tot een goed einde kan gebracht worden. Dus nog niet stoppen. Ik moet nog wel één ding en de eerlijkheid gebied mij wel toch wel mee te geven. Ik moet burgemeester De Boek echt wel ook dankbaar zijn in deze. Want het is eigenlijk wel dankzij hem dat ik mijn echtgenote heb leren kennen. Het is mijn fout. Ja. Dat weet ik niet. In ieder geval dat dat fouten zijn. Men zegt dikwijls in de politiek, heeft men geen vrienden. Bij mij is het zelfs veel verder gegaan dan dat. Dus. Ja, dat was ook de woorden die ik gebruikt heb tijdens het huwelijk. Mooi. Ik wil jullie beiden bedanken om een tijd voor mij vrij gemaakt te hebben. En vooral voor deze vlog. Dit was Ad Casa Adil. Vrijzinnige groeten en tot de volgende. Dank u wel. Okay.